Hallo, ik denk dat de grootste groep mensen die beter willen leren improviseren, dat die er tegenaan loopt om de stap te zetten van aanklooien op gehoor en eigenlijk je vingers een beetje naspelen naar echt de akkoordsymbolen gebruiken zoals die in de bladmuziek staan. Een methode die vaak daarbij wordt gebruikt, dat is om toonladders te spelen. Nou, daar zitten allerlei voor- en nadelen aan. Bijvoorbeeld een groot voordeel van toonladders is dat, tenminste als ze niet te lastig zijn, dan zitten ze meestal wel aardig ingebakken in de motoriek van jouw vingers. Dus je hoeft er eigenlijk niet echt over na te denken welke noten je dan moet spelen. En dat maakt het natuurlijk bij het improviseren aantrekkelijk om te gebruiken, want je wil niet dat jouw fantasie de hele tijd in de weg staat door het denken. Je wil spontaan kunnen spelen. Nou, dat is een voordeel van toonladders. Maar een groot nadeel van toonladders is dat je door het spelen van toonladders krijg je nog niet echt lekker klinkende muziek in de context van het stuk waarin je bent aan het improviseren. En een ander nadeel van het gebruik van toonladders, daar wil ik het in deze video over hebben, dat is dat er in iedere toonladder meestal wel een avoid note zit. Dat er één toon in zit die echt heel lelijk klinkt. En ik ga je in deze video oplichten, want ik ga je ook nog laten zien dat die avoid note, dat die juist heel mooi kan werken. Dus allemaal heel verwarrend, maar dat is het leuke van het improviseren. Er is eigenlijk nooit één goede manier. Dus vertrouw nooit mensen die zeggen dat ze de Holy Grail hebben van zo moet het. Nee, er zijn altijd andere mogelijkheden en dat maakt het improviseren zo leuk. Ik ben bezig om een nieuw boek te schrijven, speciaal voor mensen die de stap willen zetten van op gehoor aanrommelen naar echt gericht akkoorden kunnen gebruiken bij het improviseren. En een van de onderwerpen die ik daarbij aansnijd, dat is ook het gebruik van toonladders. Nou, en laat ik bijvoorbeeld eens kijken een akkoord dat heel veel voorkomt. Dat is bijvoorbeeld het majeur 7 akkoord. Laat ik maar eens even nemen bes majeur 7. Het akkoord klinkt als volgt. Dat bestaat uit een bes, een D, een F en een A. Als ik dat iets anders rangschik, klinkt het wat vetter. Nou, voor de bes-instrumenten is dit C majeur 7, voor de S-instrumenten is dit G majeur 7. Nou, de toonladder die er meestal op past, dat is natuurlijk de majeur toonladder. Nou, en dan heb je wel eens van die boeken, dan staat dan dit akkoord staat erbij. En dan staat er als toonladder bij klinkend bes groot. Nou, als je dat zo speelt, dan valt niet op, klinkt eigenlijk allemaal goed. Maar als je meer in detail luistert, dan hoor je dat de vierde toon uit deze ladder, gaat die nog een keer? Dan hoor je dat die toch echt niet lekker klinkt. Die klinkt heel lelijk. Nou, dat noem je dus een avoid note. Overigens is er nog een toon die ik eigenlijk altijd probeer te vermijden bij zo'n majeur akkoord. En dat is de grondtoon. Want als je op een majeur akkoord de grondtoon speelt, dan klinkt het net of je hele liedje al klaar is. Die is eigenlijk ook best wel saai. Maar hij kan wel. Maar de avoid note, dat is de vierde noot. En hoe komt dat nou dat dat de avoid note is? Nou, daarvoor moet je kijken naar hoe het akkoord is opgebouwd. En dan zie je dat die vierde toon, dat die heel erg schuurt tegen de terts van het akkoord. Lelijk tegen elkaar, hè? Zo'n kleine seconde. Dus de vierde toon uit de majeur ladder, die wringt heel erg met de terts van het akkoord. Dus zou je als een regel kunnen formuleren, de vierde toon uit de majeur ladder op een majeur akkoord vermijden. Dat is de avoid note. Maar het leuke is dat je eigenlijk daar nou juist ook weer van de andere kant een leuk gebruik van kunt maken als je wat verder bent. En dat leg ik je allemaal in mijn boek ook uit.
als ik hem namelijk wel ga spelen, dan kan ik hem wel degelijk gebruiken als ik hem daarna oplos naar de terts. Dan klinkt het wel. Alleen als ik erop blijf hangen, dan voelt hij heel ongemakkelijk. Dus je moet dus altijd zorgen als je dus op deze avoid note uit zou komen, dat je hem eigenlijk meteen een andere afslag gaat nemen. Nou, het spelen van toonladders, dat is één manier, maar er zijn eigenlijk nog veel leukere manieren, of er zijn nog andere manieren om over akkoorden te improviseren, die niet zo, moet je zeggen, die niet zo saai en zo strikt zijn als met die toonladders. En in mijn nieuwe boek, Slim Improviseren, laat ik je ook kennis maken met die twee andere manieren en dan leer je ook wat de beste manier is. Nou, dit was even mijn video over de void note bij de majeur ladder.